In grote groepen liepen de medewerkers vanmorgen naar de personeelsbijeenkomst buiten het terrein. Daar kregen ze dus te horen dat een deel van de functies bij Philips Healthcare in Best verdwijnt. Nou, we kijken naar de organisatieopzet nu en de organisatieopzet die we in de toekomst nodig hebben. En dan zien we dat we door taakverbreding en door verdere professionalisering gewoon met 150 mensen minder kunnen. En dat geld komt dan ook weer deels ten goede van innovatie. Want we zien dat er een fantastische toekomst is voor healthcare. Maar dat we wel met nieuwe producten moeten komen, en daar willen we ook mee komen, willen we leidend in de markt blijven. De ontslagen bij Philips Healthcare zijn onderdeel van de reorganisatie die Philips vorig jaar zomer aankondigde. Wereldwijd verdwijnen er 14.000 banen, waarvan 1.400 in Nederland. De ontslagaankondigingen volgen elkaar nu snel op. Het is weer een behoorlijk aantal. Het houdt maar niet op. Het lijkt alsof dat Philips bijna elke dag met nieuwe aankondiging van ontslagronde komt. Mensen schrikken ervan. Want onlangs maakte Philips ook nog eens bekend dat er wereldwijd nog eens 6700 extra banen verdwijnen. Zowel vakbonden als personeel weten niet of die ontslagen ook in Nederland gaan vallen. Ik denk dat het personeel nu ook de draad kwijt is. Dus ze vragen zich af, wanneer ben ik aan de beurt? En die onzekerheid is natuurlijk niet vol te houden. De medewerkers willen niets voor de camera kwijt. Volgens de bond omdat ze van Philips een spreekverbod hebben gekregen. Nou, er is niet gezegd dat ze niet met de pers mogen praten, maar dat ik graag met de pers praat en u het goede verhaal kan vertellen. Maar de medewerkers liever niet? Nou ja, wat ons betreft mogen u ook zeker medewerkers interviewen. Daar is helemaal niets op tegen. Maar het effect is hetzelfde.